Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 11 januari van Weerplaza. Op de weerkaart kunnen we een laagdrukgebied zien boven het zuiden van Scandinavië. En dat bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Diverse storingen trekken vanuit het westen over ons land. Vandaag is er één voorbij getrokken. En de komende 24 uur trekken er steeds vaker storingen over ons land. En ook vrijdag hebben we te maken met een storing met veel wind. En u ziet het al aan de plaatjes dat er ook wat sneeuw kan gaan vallen. Ook verder bij ons vandaan is sneeuw mogelijk. In Sauerland, in de Ardennen en ook in de Alpen valt een vers laagje sneeuw. Op de satellietfoto van vandaag zien we overwegend veel bewolking samenhangend met de storing die vandaag is overgetrokken. Die trekt geleidelijk aan richting Duitsland en brengt al daar de neerslag. Wij hebben te maken met de stroming vanuit het noordwesten. Er zijn wat opklaringen, maar daarin zitten ook een paar buien. En daarmee hebben we vanavond en vannacht te maken. Vooral in het noorden van het land kan nog een enkele bui vallen. Lokaal klaart het op en de temperatuur gaat dalen naar 2 graden in Limburg tot 5 graden in de kustprovincies. En de westelijke wind neemt geleidelijk aan iets in kracht af. En morgen draait de wind geleidelijk aan naar het zuiden. Het is eerst op veel plaatsen droog. Lokaal is nog een beetje ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En later gaat het op steeds meer plaatsen regenen. En vooral in de avondspits kan het soms behoorlijk nat zijn. Maar na de avondspits gaat de regen over in sneeuw, want dan gaat de temperatuur dalen. En vooral in een strook vanaf Utrecht naar Zeeland en dan naar het oosten toe kan er 5 tot 10 centimeter sneeuw gaan vallen. Dan hebben we vrijdag een gure dag met een stevige noordwestelijke wind. Er is kans op een noordwesterstorm. Het wordt 3 tot 5 graden en er trekken regelmatig buien over het land. Vooral landinwaarts is kans op sneeuw of hagel. Maar ja, het blijft bij 3 tot 5 graden niet liggen. Maar van het weekend, dan krijgen we nog meer buien. En dan gaat de temperatuur naar beneden. In de nacht is kans op een graadje vorst. En overdag wordt het 2 tot 5 graden. En ook dan vallen er winterse buien. En als we dan kijken naar de temperatuur voor de lange termijn, dan zien we dat na het weekend de temperatuur nog verder naar beneden gaat. Dus de kans op schaatsweer wordt steeds groter. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.